Dozen vol met speelgoed. Dat heeft de goedzakactie van de Hornbach opgebracht, die ze hadden opgezet voor de Gift City in Zwolle. Wat we hebben gedaan bij de Hornbach, dat wil ik wel heel graag delen, is we zijn een beetje op zoek gegaan van welke mensen met kerst eigenlijk hulp zouden kunnen gebruiken. En we kwamen dus op de Gift City Zwolle uit. Dat hadden we stiekem gezien bij de supermarkt. Daar hadden ze namelijk een hele mooie kar staan met goedzak gezocht. En hun verzamelen dus allemaal speelgoed door bewoners uit Zwolle en omgeving voor de mensen die het wat minder hebben. En vooral de kinderen die het wat minder hebben deze kerstdagen en met Sinterklaas. En dat vonden we zo'n gaaf initiatief. Dus ik had zoiets van, dat moet de Hornbach ook gaan doen. De Hornbach is natuurlijk een stukje groter. Er kan wellicht wat meer speelgoed verzameld worden. Dus dat hebben we ook gedaan. En het was gewoon een mega succes. We hebben echt zoveel speelgoed verzameld. Door al die Zwollenaren die een groot hart hebben voor de mensen die het wat minder hebben. En dat vind ik gewoon tof dat we dat samen gedaan hebben. En dat staat nu allemaal bij de Gift City? Ja, gisteren heeft de Gift City het opgehaald. Hier bij de Hornbach met een hele grote bestelbus. En die zijn ontzettend blij, die mannen. En helemaal tof. Dus we gaan heel veel...